Van mij aan het zien. En aan het stemmen. Van mij aan het doen. En aan het schilderen. Van mij aan het doen. Ben aan het chatten. Van mij aan het doen. Ben aan het lezen. Van mij aan het doen. Ben aan het schrijven. Van mij aan het doen. Ben aan het vliegen. Van mij aan het doen. Ben aan het... Pas op dat je niet wegvliegt, hé. Ben aan het... slapen. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het dansen. Oh nee. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het... Kleren aan het passen. Wat ben je aan het doen? Niet te lang nadenken. Ik ben aan het zingen. La la la. Met jullie liedje als kindje. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het springen. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het rondjes draaien. Oké, goed. Dank u wel. Ja, oké, ik ben Celine en ik ben 15 jaar. Ik ben Elise en ik ben 12 jaar. Oké, dus dit zijn twee zusjes. Ze wonen tegenover mij in de straat. En ja, wat vonden jullie ervan? Elise, zeg maar eens. Ik vond het... leuk. Te doen. En grappig. Grappig? En welk stuk vond je het grappig? Dat je zo niet wist wat ik... Niet wist wat ik moest zeggen en dan grap iets verzinnen. Dus je vond het ook moeilijk om spontaan te zijn, ja. Eigenlijk. Ja. En Céline? Ik vond het ook grappig om de andere dwaze dingen te laten doen. Ah ja, je deed het een beetje om je zus te pesten. Je mag heerlijk zijn, hè? Beetje. Dat is het wel. Ken jullie wel al. Wat ik nog wil vragen. Wie van de twee wil jullie nu weer kleuterleidster worden later? Ja, dacht al. Zou jij dat later zien zitten om dat te doen met jouw kleutertjes als je kleuterleidster bent? Ja, dat zou wel nog leuk zijn, denk ik. Ja, dat zou wel een grappig zicht zijn. Nu, dankjewel om mee te helpen. Graag gedaan. Tadaa. Daag.